Bent u opgelucht? U heeft nog steeds een zetel. Ja, ik ben zeker opgelucht. En ik ben eigenlijk wel trots ook dat ik dat nog bereikt heb. Want ik zag iedereen altijd mijn hele groepen lopen. Ik deed het voor 80%, 90% alleen. U heeft niet echt een actieve campagne gevoerd, als het ware. U deed mee met de debatten, maar in het begin leek dat niet eens van harte te gaan. Nee, ik hou niet van die debatten, vind ik niks. Daar ben ik eerlijk in. Want ik vind dat altijd net interviews en ik zit altijd als kleintje aan het eind van de rit. En had iedereen al wat gezegd en dan mocht ik ook nog een keer. Ik voelde me net een papegaai. Ja, ik denk nou, ik vind het wel best zo. En nu, u heeft uw zetel behouden. Dus u zit voor de komende 4 jaar weer in de raad. Gaan we gewoon de wil zien die we al jaren kennen? Ja, natuurlijk. Ik ga lekker gewoon door. Ik heb een heleboel dingen dat ik denk, dit wil ik nog doen en dat wil ik nog doen. En ik bemoei me natuurlijk ook met mensen die me bellen en dan ga ik naartoe. Ja, dat vind ik heel leuk. Ik vind het heel leuk om te doen. Ik ben een mensenmens. Dus van Wil Verschuur zijn we nog niet af? Nee, nee, nee. En ik zal best misschien nog wel eens een keertje zeggen van wauw, want zo ben ik ook. Maar ja, dat is ook een beetje... Het is niet zo dat ik dan helemaal groen en geel van de ellende thuis kom hoor, dat valt wel mee. Dikt het wel eens een klein beetje aan? Ja, tuurlijk. Dat is toch ook politiek, een beetje toneelstuk.